van 5 jaar geleden, die had ik weer gevonden. Al een beetje wat opgeruimd, want ik ga natuurlijk verhuizen. Ik heb geen buikpijn. Hoe bak je dit soort dingen? Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik eet nooit meer zo. Een van de heftigste dingen is om te zeggen... Deze. Ik vind hem echt heel erg leuk. Good morning. Lekker kerst aan het eten. Hallo. Ik kan dus helemaal... Ik kom helemaal verheugd op koffie, alsof er iets bijzonders was. Terwijl er niks bijzonders is. Puur omdat deze la dus zo mooi is. Geef toe, eerlijk. Hij is echt bizar mooi. En ik kan hem ook gewoon zo houden, want deze bakjes... Ja, als die op zijn, kan ik weer gewoon zo'n doosje hier zetten. Oh, zo leuk. Lekker appelsap en gember. Yummy. En nu ga ik mijn haar wassen en me klaarmaken voor het terrasje. Het is niet super mooi weer. Maar wel oké. Okay. Lekker met Sean en Jim. Heel veel zin in. Echt zo lang geleden. Lekker koffietje uit mijn nieuwe kopje. Oh, het ziet er zo lekker uit. Ik hou van sojaschuim. Zo leuk. Echt perfect. Terrasje. Hey. Zo leuk dit. Jean heeft een club sandwich met kip. Het ziet er best wel lekker uit. Ik heb broodjes aan. Ja, dat ijs ziet er net uit, hè? Ja, echt blauw. En Jim heeft een tosti. Dus dat vind ik al echt niks voor jou om dit te nemen. Truffel. Ik heb er wel heel veel zin in. Het liefst had ik het gewoon op een broodje. Lekker zonnetje. Zo leuk. Ik denk het komt sowieso uit een fles. Ik ken het ook niet. Nice. Nee, voor mij gaat het ook gewoon in de supermarkt. Ik heb het nog nooit gezien. Maar je hebt geen kurkentrekker voor nodig. Oh nee. Ja, dat zou mooi zijn. Hij is het plastic, want bij de IJssel mag geen glas meer. Nee, dit is glas. Nou, dat hadden ze niet die, maar... Maar de Ajax-huldiging. Jeetje, wat zei je, dat onduidelijk. Niet normaal. Ik heb dus hetzelfde als jij. Mensen zeggen dus de laatste tijd, ik praat ook steeds onduidelijker. Heb jij dat allemaal collega's, wat zeg jij? Wat zeg jij? Ik ben het dus niet aan mij, maar aan mijn moeder. Maar nee, het ligt aan jou. Jij zegt Ajax-huldiging. Dat is Ajax-huldiging. Ajax-huldiging. Oh, duidelijk. Niet eens genoeg klem, niet eens genoeg lettergeven. Ajax-huldiging. Ajax-huldiging. Dat is niet Ajax-huldiging. Ik vind het ook niet. Jawel, ik praat veel te snel, net als jij. En een beetje binnensmonds. Ik ben gewoon ongeduldig. Dan denk ik, ja, ik ga niet helemaal uitgebreid zo praten. Ik vind jullie allebei niet blijven praten. Ja, dat heb ik ook bij mezelf. Ja. Daarom valt misschien wel bij een nieuw of zo. Spannend, hè? Ga je nu vertellen aan je kijker? Niks. Leuk. Een sfeerbeeldje. Je bent wel echt, dus jullie sfeerbeeld, de indruk is wel echt leuk. Ja, deze week heb ik dus geen één sfeerbeeld en ik vind meteen de vlog niet leuk. Ik ben nu al 12 dagen te laat met uploaden. Het was super gezellig, het is nu 6 uur. Ik ben nog eventjes meegefietst richting Weesp. Sean die woont in Weesp, Jimmy die woont in Deventer, maar ze was dit weekend in Weesp. Dus ze was met de fiets van haar moeder, denk ik. Dus die moesten weer naar Weesp fietsen. En ik wilde ook nog bewegen vandaag, dus... Dan heb ik net zoveel bewogen. Heb ik ook een half uurtje gefietst. Nu fiets ik weer mijn eentje terug. Het waait lekker. Ik wil echt elke dag zeker een half uur bewegen. Dus dit is top. Lekker, dan ben ik zo thuis. Dan moet ik eventjes een beetje werken. Helemaal zin om thuis te komen. Ik heb ook weer huishoudelijke hulp laten komen. Die kwam toen ik wegging. Dus het voelt zo luxe. Lekker terrasje pakken en dan terugkomen in het schoon huis. Die ik gisteren ook nog helemaal heb opgeruimd. Echt heerlijk. Het is zo lekker begin van de week. Ik moet alleen even de bovenverdieping heb ik vanochtend ook al bijna me opgeruimd. 1 tas moet ik nog uitruimen. En ik moet nog even een aantal schone wasdingetjes opvouwen. En dan is mijn huis gewoon helemaal netjes en ready voor de laatste week. Laatste schoolweek. Wordt wel een pittige week. Ik heb wel zoveel afspraken naar school. En ik moet mijn lokaal verhuizen natuurlijk. Maar voor het weten is het weer voorbij. En dan dit weekend weer met date. Heel veel zin in. Even omgekleed en nu ga ik springtouwen. In een pyjama. Maar wel met de BH en schoenen aan, anders kan je niet lekker springen. Mijn huis is echt heerlijk schoon, ik ben zo blij. Is er nog zon? Er is niet echt zon meer, maar ik ga hier dan altijd even springen. Mijn haar is wel echt leuk, vind ik. Nou, echt licht is het. Het is wel echt mooi, ik heb het vanochtend gewassen. Een klein beetje gekruld. Maar ik voel me prima, maar ik ben gewoon nog zo moe. En ik snap niet waar vandaan komt, want ik slaap zoveel. Maar... Het is niet zo erg dat het me remt in wat ik doe of zo, hoor. Maar ik ben echt zo blij met mijn huis, jongens. Kijk hoe netjes het is. Het is zo schoon. Nou, ik weet dat ik het 100 keer heb laten zien, maar ik wil het nog 1 keer laten zien. Ik kan er zoveel genieten. Kijk dit, hoe prachtig. Kijk dit allemaal gewoon. Zo mooi. Ik ben helemaal happy. Kleintje, jij mag eruit. Lieve kleintje. Shanna gaat volgende week weer op jou passen. Ja, dik wichtje.
geniet ook echt van deze foto. Maar sinds ik deze foto in huis heb, moet ik wel vaker aan opa denken en ben ik wel vaker verdrietig in bed. Maar oké, deze deur laat ik dan dicht en dan ga ik daar lekker springen. Bol speelt de laatste tijd niet echt meer veel met water, dus ik probeer hem weer te verleiden. Ik wil eigenlijk zien wat hij in het bodempje gaat. Hi, dikke Bol. Ja, jij wil het ook, maar hoe kan het dat je ineens een beetje bang geworden voor water? Nee, toch? Ga er maar lekker in. Ga maar jumpen. Met zwembandjes. Ik weet dat je het wil. Doe. Ga in de bak. Hier. Lekker hier. Dikke Bol? Daar zit. Oh, dikke Bol, je bent zo dik. Volgende week op Shanna weer, Bonnie. Om met jou te spelen. Oh, ik wou dat jullie konden zien hoe fluffy jij wordt als ik hem opblaas. Ja, dat. Zo fluffy. Hoi. Boekter. Je wordt de laatste tijd niet zo heel dik meer, Bonnie. Het is wel de bedoeling dat je heel dik bent. Dat stond in de advertentie. Nee. Als je gaat wandelen als een gans, is hij zo lief. Even hoe leuk mijn haar van achter valt. Kun je op jullie het ook zien? Wat leuk. Heel leuk. Het is echt, ik heb het ook vanochtend met Fudge Model. Winged. Fudge zilver shampoo gewassen. Die echt van 5 jaar geleden, die had ik weer gevonden. Ik weet niet of het heeft gewerkt. Maar ik vind het heel mooi als mijn haar zo valt. Zo. Heel mooi. Hoe doe ik dat dus? Feunen, spul erin. En alleen hier met die automatische krultang een paar krulletjes. Echt zo'n stukje. En dit stel laten. En niet gesteld. Lekker roerbakje met tartaar. Bokgroenten. Toetje. Yummy. Tip, ik heb het net zelf ook pas voor het eerst gedaan. Als je watermeloen hebt, heb je het ook zoals ik in je eentje en het komt nooit op. Ik heb het gewoon in 3 bakken gedaan. 2 grote en deze. Hele watermeloen gesneden, want vaak denk ik echt, het past niet in mijn koelkast. En dan merk ik dat die laatste helft komt dan niet op en dan moet ik het weggooien, zo zonde. Nu alles gesneden, hele meloen opgesneden hier. En dan neem ik waarschijnlijk gewoon lekker deze hele bak mee naar mijn werk morgen. En dan kan ik uit die andere bakken de hele week ook nog meloen eten. Super chill. En nu heb ik zoveel zin in een avondkoffietje. Omdat ik ook gewoon te erg geniet van mijn... Hey, er zit saus op. Van mijn kopjes en het gewoon helemaal leuk vind. En dat ik natuurlijk DKV heb gekocht. Dus ik heb echt een mini beetje melk. Ik vind die kleine koffietjes zoveel lekkerder ook. En dit is dus de DKV. Ik ben heel benieuwd, want er zit altijd wel iets van cafeïne volgens mij in. Heb ik heel weinig melk opgeschuimd. Echt een bodempje. Maar schuim, door het schuim is, je best wel, is het best veel. Ik merk ook hoe minder melk je doet, hoe meer die opschuimt. Dus eigenlijk heb ik nu echt net zoveel melk bijna. Als dat ik dus meer melk zou gebruiken. Omdat er dan, ja, omdat het nu meer schuim is. Dus het schuimt meer op, snap je? Super goed schuim, hoe minder je gebruikt. En dan kan ik hier helemaal van genieten. Omdat het in zo'n geweldig kopje ook zit. Heel leuk. Ik weet niet of het een Lungo is. Leuk, echt heel leuk dit dingetje. En ik vind het ook leuk dat ik zoveel heb gevlogd dit weekend. Dus als je dat ook leuk vindt, doe even je thumbs omhoog. Dat was heel soepel. En dit ding is dus ideaal. Ik weet niet meer waar die van is. Heb ik een keer verteld. Om dit schoon te maken. Het is nu alweer vies hier. Oh, heerlijk. Yummy, yummy. Het ruikt zo lekker. Mijn derde koffie vandaag, bizar. Dit is gewoon perfectie. Ik film ook heel veel van mijn eten dit weekend, want ik weet dat jullie dat super leuk vinden. Ik vind het zelf ook heerlijk om het bij mensen in de vlog allemaal te zien. Hoe leuk is dit koffietje, jongens? Geweldig. Het is bijna 10:30, ik heb afgesloten, ik ga lekker slapen. Ik heb geen keelpijn, maar ik ben ineens schor. Hoe kan dat nou? Nou ja, ik neem aan dat ik morgen gewoon helemaal goed voel, want ik ben nu... Een week geleden werd ik ziek en ik voelde me, behalve moe, gewoon prima.
Oh, dat begint al lekker, de ochtend. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik dacht, ik draai me even om en toen gebeurde dit. Nou, goedemorgen. Koffietje, roepende boelie. Sap. Hey. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 5 uur. Ik heb vandaag al een beetje wat opgeruimd, want ik ga natuurlijk verhuizen. En voor je het weet is de week voorbij. We hadden vannacht, ze hadden natuurlijk geen groep 8 musical in eerste instantie. En uiteindelijk hebben ze nu gekozen om een meneer te laten komen vandaag. Die in één dag een groep 8 musical in elkaar heeft gefrutseld met een groep. En dat was net was de eerste shift. En daar ben ik naar gaan kijken. En het praatje en de meester van groep 8 had het echt super leuk gedaan. En nu ben ik nog even een beetje hier aan het rommelen. Nu is de tweede shift bezig beneden. Ze hebben het in twee delen. Dezelfde musical, maar twee delen. Omdat je natuurlijk niet met veel mensen in één ruimte mag zijn. Ze hebben helemaal goed de stoeltjes en zo uit elkaar. 1,5 meter. Dat was echt top. En ik ga natuurlijk verhuizen. En het is veel meer dan ik dacht. De spullen die ik heb. Dus ik ben het alvast lekker aan het uitzoeken. Wat ik meeneem. En even kijken. Net een hele papierbak weggegooid. Spelletjes een beetje kijken wat echt van mij is. En wat ik nog nodig heb in groep 5. En ook nog dingen laten liggen natuurlijk. En dit is nu de kast voor mijn collega. Nou, ziet er best wel netjes uit. Alleen dat neem ik nog mee. En dit hoort gewoon allemaal bij groep 4. Je denkt vaak zo'n laatste week is lekker relaxed. Maar mijn agenda is echt heel erg druk. Ik heb nu ineens heel erg veel hoofdpijn. Maar het is gewoon, gewoon een hectische dag. Het vliegt voorbij. Ik wil ook graag nog lekker wat tijd met de kids. Leuke dingen doen. Ik wilde eerst nog wat lessen gaan geven. Maar dat heb ik maar geschrapt. Want daar kom je eigenlijk gewoon niet meer aan toe. Morgen heb ik nog, moet ik iemand observeren nog. Iemand komt nog onderzoek met iemand doen. Dan gaat er iemand tracteren. Heb ik in de middag nog een MDO. Morgen moet ik ook onder schooltijd even fotootjes maken voor een nieuwsbrief en zo. Want die moet ook nog deze week verstuurd worden. Woensdag 3-jarige om 12 uur stoeltje passen. Dus dan komen de kinderen in een nieuwe klas. Dus dan moet ik in groep 5 met mijn nieuwe klas een uur. En dan om 1 uur groep 8 uitzwaaien. Dus de dag weer voorbij. Om 3 uur nog oudergesprek. En dan donderdag moet ik de overdracht doen voor de groep die ik krijg. En dan het eind van de dag alle tafels opstapelen. Ik moet verhuizen die dag. Alle kapstokken moeten leeg. De nieuwsbrief moet die dag af zijn. Om 1 uur komt mijn collega hier nog om afscheid te nemen van de kids. Dus dat duurt ook nog een uur. En ja, gewoon heel veel. Dus deze week gaat echt voorbij vliegen. En ineens is het vakantie zo raar. Ik ben altijd gaar na zo'n musical. Want dan is het natuurlijk allemaal indrukken en zo. Dus dat is logisch. Ik heb net een Twix gegeten. Dat heb ik echt zo lang niet gegeten. Dat was echt heerlijk. De meisje ging trakteren en voor de juf had ze dit. Vind ik super chill. Kan ik lekker bewaren. En mijn kast hier is ook al helemaal netjes. Alleen nog maar materialen voor groep 8. Oh ja, ik kan nog snoepjes om uit te delen. Hier ook. Dus dat is echt wel heel relaxed. Dat scheelt wel heel veel werk. Mijn andere collega gaat natuurlijk ook verhuizen. Dus... En zij werkt hier nog maandag en dinsdag. Dus ik dacht, het zou fijn zijn als zij morgen al het een en ander in deze kasten kan zetten. Dus dan heb ik... Laat ik mijn spullen hier nog wel even staan. Want het is natuurlijk ook weer irritant als ik dit nu allemaal dump in het lokaal van een leerkracht waar ik naartoe ga. Dus dit is dan vast in de dozen klaar. En het is dan vast leeg voor haar. Dan denk ik dat ik woensdag en donderdag ga verhuizen. En dan ga ik woensdag is de laatste dag van groep 8. Dus dan ga ik waarschijnlijk groep 8 even vragen om wat dozen te sjouwen. Vinden ze leuk? En donderdag help ik, laat ik dan meestal het laatste half uur vragen. Dan ook even wat kids uit de bovenbouw of ze willen helpen met tafels opstapelen. Vinden ze ook leuk. En dan... Moeten alle tafels dus daar komen te staan. Nou, dan ga ik nu denk ik lekker naar huis, joh. 5:30 thuis. Nog even een paar dingetjes doen. Toppie. Oké, ga maar kijken. Weer lekker een dek af. Ja, het is te verslavend in die kopjes. En aangezien ik nu dek af heb, helemaal toppie. Lekker. Bizar. En dat ging over die emotie. Dat was lekker. Eerst heb ik makreel gegeten. Ik wou eigenlijk makreel met aardappel en spinazie eten. Maar toen duurde het allemaal te lang. Dus eerst had ik de makreel, toen had ik de spinazie met knoflook. En toen had ik mijn aardappels met ketchup en majolijn. Hebbel, en nu... Ik wil ook een theetje nemen, omdat het een beetje kouder aan het worden is. Want ik heb niet zo heel vaak zin in thee. Maar dit is het perfecte moment om een theedoos te pakken. Deze twee zijn een beetje jammer, maar...
moet even. Maar ja, kunnen we die nu soepel pakken? Dat denk ik niet. Maar ja, is dat erg? Nee. Oh, maar we moeten eigenlijk eerst een theetje hieruit pakken, natuurlijk. Jammer. Ik ga voor de white tea. Deze is echt heel lekker. Welke kop? Dit soort beelden vind ik altijd heerlijk om bij andere mensen te zien. Ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Ik wil eigenlijk wel een keertje weer uit... Weer, van heb ik deze gewoon nog nooit gebruikt uit New York en ik vind hem helemaal fantastisch. Want ik merk dat als ik zo'n grote kop neem als die Starbucks kop, dan staat het vaak een beetje tegen of zo. Zit je lekker tegen je touwtje te praten, vriend? Heb je daar vandaag ook tegen gepraat? Omdat je vanochtend niet in de kooi wilde en je dus de hele dag los bent geweest en de hele dag hier hebt gechilled en hier. Ja, voor mij zou je wel elke dag los mogen, maar ik weet niet wat je uitspookt. Ik zag dat je ook hier die plank hebt lopen eten. Voor zo'n geld valt die plank op je hoofd. Nee, ging er vanochtend dus niet in. Dat komt echt nooit voor. Oh, ik geniet zo van dit, jongens. Het is alleen jammer dat ik dit niet kan zien. Maar ik geniet er echt van. Nou, dan gaan we lekker een tea. Het enige wat ik even moet gaan fixen is deze doos. Want die maakt je huis echt lelijk. Wifey tea. Voor een echte wifey. Als mensen dit doen, denk ik altijd, hoe doe je dat? Ik doe altijd. Oh, laat me nu alsjeblieft weten. Iemand commentte van, doe gewoon een poll als je wil weten wat mensen doen. Maar ten eerste, poll kan niet meer. Maar ten tweede, ik vind het gewoon leuk om reacties te lezen. Wie doet ook dit? Waterkoker tegen touwtje aan. Hier, dit zijn echt van die dingen die ik zo leuk vind. Het zijn van die dingen die je nooit vraagt, omdat het niet boeiend is. Maar als je een vlog... Door vloggen zijn dat van die vragen die je dan met elkaar... Ik weet niet, dat je erachter komt dat anderen dat ook doen. Dat vind ik echt heel leuk. Goedemorgen. Ik zie er super moe uit. Ik weet het. Ik weet niet waarom ik zo moe blijf. Ik slaap vet veel. Ik ga proberen om iets minder fruit te eten. Die tip kreeg ik, maar ik wil wel fruit blijven eten, want het moet... Lijkt me dat het gewoon moet kunnen, maar ik heb geen sap genomen. Dit is dan al het fruit dat ik vandaag eet. Het lijkt misschien veel, maar ik vind het wel meevallen. En ik heb koffie op en dit is dan mijn ontbijt. En de kinderen hebben een gym. Ik heb een dubbele boterham met ei mee. En... komkommer. Tomaten. Iemand zei dat komkommer ook nog een boosdoener kan zijn. Maar ik vind het best wel lastig, want dat zijn alle dingen die weer caloriearm zijn. Oh ja. En dit nog. En ik weet dat ik blijf zeggen, jongens, het is niet zeurend bedoeld, maar ik vind jullie advies serieus heel erg fijn. Kijk dit. Waarom ben ik zo moe? Waarom? Eet heel gezond, beweeg gezond. Slaap, voor mij doen echt veel. Ik lig gewoon om 9:30 in mijn bed. Ik pak minstens 8 uur slaap per nacht. Ik begrijp het niet. Mensen zeggen dus ga naar de dokter. Maar ik heb al dus heel veel. Ik ben bij alternatieven heb ik 3 soorten dingen gedaan. Wel in het verleden hoor. Dus echt 2-3 jaar geleden en langer. Plaktest gedaan voor allergieën. Bij de dokter geweest met zo'n lijst. Van dit en dit heb ik last van. Ik kreeg alleen toen te horen. Je hebt stress. Dus toen dacht ik omdat het toen met haar niet goed ging dat het daar aan lag. Maar dat is het niet, want ik heb nu echt geen stress meer. Darmen, oké, maar komt het echt door mijn darmen? Want ik heb nu niet eens zo last van mijn darmen. Dus het is iets anders. Ik weet het niet. Het is gewoon te vaak. Dus waar ik moet dus naar de dokter, maar ik weet niet zo goed. Bloed laten prikken heb ik dus nog niet gedaan. Recentelijk, was in een paar jaar geleden. Echt heel toen ik heel jong was alleen volgens mij. Dus dat kan ik dan nog maar. Waarop laat ik me prikken? Dus ik wil het liefst gewoon even een volledig onderzoek, weet je wel? Van, hey... voor alles uitsluiten. Maar goed, ik vind het gewoon raar. Ik hoor niet moeten zijn in feite. Want wat ik zeg, hoe ik nu leef is echt... Beter kan niet. Dus lastig hoor. Het irriteert me ook dat het zo'n main onderwerp in mijn vlogs is. Want ik vind het super vervelend om erover met iemand te praten. Maar je ziet het gewoon aan alles. Je ziet het aan alles. Ik voel het aan alles. Anders klopt het gewoon niet. Ja. Goedemorgen, je spreekt met Charlotte. Ik heb een vraag, ik weet niet of jij me daarmee kan helpen, maar ik heb eigenlijk al heel erg lang en heb het over meer dan een jaar echt super erg last van vermoeidheidsklachten. En ik heb nu iets van, ik eet echt super gezond, ik beweeg, ik slaap de laatste maanden meer dan ik ooit heb gedaan. En nou, ik kijk naar mezelf, ik denk ook die wallen, er klopt iets niet. Ik heb ook al heel erg lang last van mijn darmen en... Ik ben ook al bij de dokter geweest en toen zei ze van heb je stress? En dat had ik toen ook. Dus toen dacht ik, nou het zal daar wel aan liggen. En probeer dingen uit te sluiten in je dieet. Dus ik probeer lactose. Denk ik, dat is het ook niet. Dit is het ook niet. En ik wil eigenlijk gewoon zo graag iets van een onderzoek of zo. Dat ik, of ik weet dus niet of bloedprikken genoeg is of wat dan ook. Maar ik ben 27 en ik word er helemaal gek van. Ja.
Ja, ik kan dus niet tussen 1 en 2 bellen, want ik ben leerkracht en de kinderen gaan pas om 2 uur weg. Nou, het is bijna 5 uur. Ik zit in de auto. Ik ben toch wel heel blij dat ik met de auto ben. Ik was gisteren met de auto en vandaag. En beide dagen had ik eigenlijk weer de fiets, maar ik was steeds te laat. Ik ben nu in Muiden. Ja, ik was dus heel gaar. Maar we hadden net een MDO, multidisciplinair overleg. En echt met 8 mensen, dus familie en dan onze internbegeleider van school en nog de logopedist en de ambulant begeleider van buitenaf en nog sociaal zorgwerkzaam dinges. Kan even niet op de term komen. Maar echt super veel mensen en allemaal vertellen wat we zien bij de leerling, wat we hebben gedaan. Afrondend, de nieuwe leerkracht voor volgend jaar zat er ook bij en zo, warme overdracht. Dus daar krijg ik dus heel veel energie van, omdat je dan zo ontzettend gefocust bent. En dat soort momenten vind ik ook echt een van de leukste dingen dus aan leerkracht zijn. Sommigen vinden dat dus het minst leuk aan leerkracht zijn. Ik vind dat dus het leukst. Ja, volledig ingaan op één leerling. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dat je zou willen dat je daar tijd voor had natuurlijk voor iedere leerling. Om er zo uitgebreid over te praten. Ook al lijkt niet iedereen het nodig te hebben. Uiteindelijk heeft eigenlijk ieder kind het natuurlijk nodig. Iedereen heeft zo zijn dingen. Maar ja, gaar, maar daar krijg ik gewoon heel erg veel energie van. Dus waarschijnlijk stort ik thuis weer lekker in, maar ik voel me nu, ik krijg gewoon energie van. Ik heb dit gekocht, ik hou er maar helemaal niet van vettig, frituurde, krokante dingen, maar ik had hier vet veel zin in. Maar eigenlijk hou ik er dus echt, ik hou er echt niet van dat vette laagje eromheen, maar ik had hier zin in. En weer zak spinazie, want ik vond het heerlijk gisteren alleen knoflook en spinazie. En dan ga ik weer aardappeltjes doen en dan eet ik weer lekker simpel. Minder fruit gegeten vandaag, geen sapje genomen. Ik heb geen buikpijn. Ook mijn optimaal kwark niet genomen. En ik heb 2 boterhammen met ei gegeten, dus ook geen avocado. Dus hoe snel je weer wit wordt. Best wel veilige dingen gegeten. Ik weet bijvoorbeeld, ei krijg ik geen buikpijn van. Brood krijg ik geen buikpijn van. Optimaal kwark weet ik niet of ik er buikpijn van krijg. Zoetstoffen, fruit, kan ook het zijn. Avocado, volgens mij geen buikpijn. Ik heb wel wat komkommer en tomaatjes gegeten. Ik weet het allemaal niet meer, maar ik heb de dokter gebeld. Ja, ik ben net teruggebeld. Deze man kende ik niet, maar hij nam me wel serieus. Hij zei dus, ja Charlotte, ik kan jou nu doorverwijzen voor bloedprikken. En nu op basis van dit gesprekje dingen aankruisen. Maar dan krijg je weer te horen dat dat allemaal niet is. Dus je moet even langskomen. Donderdag kan het gelukkig. Ga ik even heen en weer vanuit school. En dan gaan we even zo'n basistestje doen. En op basis daarvan en met praten ga ik dingen aankruisen waar je op getest kan worden. En ik zei alsjeblieft zoveel mogelijk. Oh, het is zo zielig. Echt, zeg maar het meisje met wie ik heel veel heb geskypt tijdens coronatijd. Weet je dan wie ik bedoel? Die ook een kaart voor mijn verjaardag had gestuurd. En schatje, is dus vandaag tijdens het tweede buitenspelen schuin achterover van de pingpongtafel gevallen. Het was echt best wel heftig. We moesten eerst echt inschatten, is het puur schrik of is er iets aan de hand? Maar zodra ze dit hebben, was echt heel hard gillen. En het was zo zielig. Toen hebben we de moeder gebeld, naar de dokter aan de overkant gegaan. En toen ben ik met de klas naar binnen gegaan. En zij is dus naar het ziekenhuis geweest, foto's gemaakt. Heeft dus haar sleutelbeen gebroken. Dus ik zeg, dus ze heeft het zo goed aangegeven dat ze dus echt heel veel pijn had. Gelukkig. En ze loopt nu met een blauwe steunband om. En ze mag gewoon weer naar school. Maar ja, misschien slaapt ze helemaal niet goed vannacht natuurlijk. Want ze slaapt normaal op haar buik, zei ze. En nu moet ze op de rug. Maar ik heb er net even gefacetimed met haar moeder en de broer. En de kinderen in de klas zeiden meteen, juf, we moeten allemaal tekeningen nu voor haar gaan maken. Dus de hele laatste uur van de middag tekeningen. Kinderen hebben hun lievelingspen in een zakje gedaan. En allemaal aan de broer meegegeven. Die zit in groep 8. Maar ja, morgen gaan we met z'n allen afscheid nemen van groep 8. En dan maken we zo'n boog. En nu kan ze maar met 1 arm meedoen. Dus ik zeg, nou, dan gaan we samen. Maken we samen 2 armen. Maar ik hoop dat ze er kan zijn, maar het was zo lief. En de kinderen zijn helemaal gek op haar. Ze moesten tekeningen maken. En sommigen moesten helemaal huilen omdat zij weggingen. Nou ja, ik dacht ik bel haar nu eventjes. En ze zag er zo schattig uit. En ik weet niet, ik was heel blij. Ik ben blij dat ik haar even heb gefacetimed. Zo sneu aan het einde van het schooljaar. Het was al zo'n raar schooljaar. Nou, nu ga ik koken. Nou, normaal eet ik dus nooit zo. Nu eet ik al 2 dagen achter elkaar zo aardappelvleesgroenten. Ik weet niet eens goed hoe je zo'n ding goed moet bakken. Want volgens mij moet het echt een kwartier. En na 2 minuten begint hij altijd vet bruin te worden. Hoe bak je dit soort dingen? Ik eet nooit. Ik eet het echt nooit. Laatst dat ik het heb gegeten woon ik nog bij mijn ouders, denk ik. En dan was het zo'n vega schnitzel. Oh, die knoflook. 3 tenen, jongens. Lekker. Oh, wat is dit lekker. Lekker olie. Oh, heerlijk. Lekker deze limonade van de Lidl. Die valt echt heel erg mee qua suikers. Eigenlijk drink ik normaal water aan tafel. Maar ik ben er een feestje van aan het maken, jongens. Het ziet er zo lekker uit. Ik eet nooit zo, maar het is echt... nog even wachten op de potatoes.
Nou, ik vind het dus helemaal fantastisch. Wat voor de meeste mensen heel normaal eten is, is voor mij dus niet normaal. Ik eet eigenlijk altijd één pans gerecht, omdat ik bang ben voor aardappels en weet ik eigenlijk waarom. Dit is super goedkoop. Dit kost echt niks. Spinazie kost... Oké, spinazie is 1,80. Is misschien duur of zo, ik weet niet. Aardappel, een euro. Schnitzel, een euro. Eentje. 1,50. Is echt een goedkope maaltijd. Lekker ketchup, mayo. Ik vind het helemaal fantastisch dat ik het dus zo in een bakje heb gedaan. Spinazie met heel veel knoflook is geweldig. Ik heb ook ontdekt dat het zonder ui veel lekkerder is. Lekker kruiden erop. Zout, peper, chili. Aardappeltjes lekker hard. Bijna... Dat ze net niet gaar zijn, daar hou ik heel erg van. Oh, dat vind ik zo lekker. Gewoon echt vastkokend en dan... Het moet, ik weet niet of het slecht is voor je buik, maar... Net gaar. Dat vind ik zo lekker. En dit is ook geweldig. Ik ga er helemaal van genieten. Ik vind het zoveel leuker eigenlijk dan een eenpansgerecht. Omdat je... Ik ben helemaal niet zo'n eenpansgerecht persoon. Ik vind pasta heel lekker. Alleen, ik hou er juist heel erg van dat je de losse smaken kunt proeven. Nou, dit vind ik... Ik vind dit dus helemaal genieten. Dat je dan helemaal zo... Ook dat er dan twee stapeltjes liggen. Dat je dan zo'n stukje aardappel kan afsnijden. Het staat hier trouwens helemaal blauw. Dus Boris in de kooi aan alle ramen zijn open. Dat je dat dan zo kan dippen. Oh. Ik heb iets ontdekt. Inderdaad, ik moet gaan stoppen met de eenpansgerechten. Dan ben je ook zoveel sneller aan het eten. Dan eet je één hap en in die hap heb je echt vlees, courgette, ui, paprika, saus, tomaten. Alles eet je. En nu proef je gewoon een puur stukje aardappel met ketchup, mayo. Oh, wat is dit lekker. Ja, jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik eet nooit meer zo. En dan heel rustig eten. Oké, dat is niet rustig. Dit bord ook. Is toch geweldig? Nou, ik heb weer wat ontdekt hoor. Ik ga hier helemaal van genieten. En dan de 100 kijken. Libas. Ik heb in tijden niet zo van de maaltijd genoten. Je denkt waarschijnlijk echt, wat is dit voor gek? Maar ik bedenk me gewoon ineens dat ik altijd één pansgerecht eet. En dat ik het echt heerlijk vind. Hoi, Boktor. Oké. Tijd voor een kopje thee. Ik geniet deze week zo erg van dit soort momenten. Gewoon een leuke mok. Met een leuk theezakje uit een leuke theedoos. Ik ben nog steeds heel benieuwd of jullie ook van dat soort dingen genieten. En ik moet mijn nagels weer doen. 75 keer is nu mijn record. Het gaat steeds beter. Ik vind het echt leuk. Yay!
wat meer zichzelf accepteert ook. Toen jullie dat gezegd hebben, heb ik er nog meer op gelet. En dacht ik echt van, want ik vind het echt een van de heftigste dingen is om te zeggen. Raad eens wat ik net heb gedaan. Het is 1 juli. Jawel, ik heb gesport, maar denderend was het niet. Ik was natuurlijk al moe. Gewichten, krachttraining, als je moe bent, is sowieso niet heel effectief. Maar ik moest van mezelf gaan. Het is echt verbazingwekkend. Ik kan echt 10 kilo minder met alles. En nou, ik heb er 25 minuten gesport. Ik ben al op. Nu ga ik mijn nagels laten doen. Helemaal geen zin in. Want die zit er altijd ruim een uur en het voelt echt als tijdverspilling. Maar dan ga ik met mijn oortjes in de bachelor buiten kijken. Want het moet echt gebeuren. Oh, het is toch een zwaar leven. Nee, maar ik heb het wel gedaan, jongens. Hey. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik weet nog niet of ik het gele... Hé, hey, er zit een streep in. Dat is heel erg balen. Zie je dit? Dat vind ik echt heel stom dat hier een streep zit. Ik weet niet, ik had het toch leuker gevonden zo, zonder geel. Maar goed. Ik ben even naar voorstander de action gegaan. Morgen gaan we een pubquiz doen die een jongen met zijn ouders heeft gemaakt voor de klas. En het grootste team is 4 mensen, dus ik heb als prijs... Ik doe wel omdat de laatste schooldag wel met een prijs, vind ik leuk. Deze dingen. Dus voor 4 kinderen. 2 krijgen dit voor het water en 2 krijgen dit voor het water. Vond ik wel heel leuk van de action. Dit leek me leuk om nog even het jaar af te sluiten. Confetti popper. Mondkapje. Wat stickers gehaald weer. Oh ja, zakjes. Die waren echt heel cheap. Net de enige stickers. Oh. Deze zakjes voor om cadeautjes in te doen. Dat is wel heel leuk. En deze, heel schattig. En dan voor de klassenmoeders ga ik een pakketje maken met allebei een showerpad. Deze. Dit ziet er ook mooi uit samen. Ik had echt 5 minuten in die action. Toen moest ik al mijn nagels laten doen. We maken een leuk pakketje van. Ook nog met dingetjes die ik boven heb liggen. Een beetje een beauty pakketje. En dat was het. Ja, dat was het. Oh, en nog over heel snel even bij de Deen. Eitjes. Biologische eieren. Biologische kip. Erg duur, maar beter. Tweede gratis. Light vind ik lekkerst. En broccoli. Dat was ook tweede gratis. Ik ben benieuwd of die lekker is. Volgens mij was dat het alweer, joh. Super hectische dag. Ik heb even geen tijd om te kletsen. Ik heb net het half overdracht gedaan. Nu moet ik heel snel naar de dokter voor het onderzoek. En dan weer terug naar school. Nou, bijna klaar. Ik had dit nog gekregen. En deze. En deze. Dank dat je mij laat groeien. Morgen ben ik vrij, morgen ben ik er niet. Dus ik was eigenlijk van plan om vandaag in mijn nieuwe lokaal alles te doen wat ik nu kan doen. Maar de meester van de klas waar ik in ga, die heeft het nog niet opgeruimd. Die gaat het morgen pas doen, dus ik kan het nu niet doen. Dus dat betekent dat ik in de vakantie volgende week even terug moet komen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Hier probeer ik het nu zo netjes mogelijk achter te laten. Want dit lokaal ga ik natuurlijk verlaten. Ja, gek hè? Dat is wel gek hoor. Ik heb hier toch wel heel lekker gehad 2 jaar lang. Good morning. Lekker zooitje hier. Ik ben een beetje alvast aan het inpakken voor het weekend. Even lekker ombedden. Deze mooie bloem heb ik dus gekregen. En ik heb daar er nog 2 gezet, want het maakte dit een beetje te vol. Ik voel dat een beetje opgepropt. Ik ben ondertussen dus aan het pakken. Kijk, deze staan hier. Vind ik ook wel mooi. Dan heb ik van een meisje een heel lief notitieboekje gehad. Echt heel leuk. Helemaal mijn kleur in het roze. Hey juf, dankjewel. Ik vind hem echt heel erg leuk. Voor juf en op de pen staat ook voor de liefste juf. Vind ik echt super lief. Ben ik heel erg blij mee. Was ook heel erg mooi ingepakt. Dan heb ik nog daarbij een kaartje gekregen. Ook heel erg lief. Dat kan ik echt heel erg waarderen. Een kaartje van de hele groep dus. Met deze bloemen. En ze hadden nog een filmpje gemaakt. Dat staat op dit USB-stickje. Dat kan ik natuurlijk niet laten zien. Het was echt geweldig. En ik heb ook nog een... cadeaubon voor bladcadeau. Hierin zitten voor 20 euro. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Dus ik ben flink verwend. En dan waren er nog een aantal meiden die een heel spandoek hebben gemaakt. Hier zat dus juf Charlotte.
ook een filmpje van, maar kan ik natuurlijk ook allemaal niet laten zien. Maar helemaal uitgerold staat hier dus juf Charlotte en hadden ze een liedje. Het was echt heel lief. Hier heb ik allemaal tekeningen die erbij horen. Echt, nou ja, heel erg lief. Dan sluit ik de vlog hierbij af, want hierna ga ik kamperen en dat is een nieuwe vlog. Dus ik hoop dat je hem leuk vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet de reactie achter te laten. Dat vind ik echt heel gezellig. En ook je duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En mijn video's leuk vindt, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie op Instagram. Want daar ben ik best wel actief nu in de vakantie. En in mijn volgende vlog. Doei!